de bond en het personeel van Surpost, die al geruime tijd in actie is. Die is er vandaag getogen naar het kabinet van de vicepresident, waar zij middels een petitie aandacht vragen voor de actie bij Surpost en de vele problemen die zich daar voordoen. We leggen dan voor u het volgende verslag. Paramaribo, 19 juli 2021. Aan de vicepresident van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Ronnie Brunswijk, MBA. Geachte Excellentie, wij medewerkers van het staatsbedrijf Surpost, dat resulteert onder het ministerie van Financiën, naderen u met het dringende verzoek om een duurzame bijdrage te leveren in de verbetering van onze rechtspositie. Wij zijn ook het Surinaamse volk dat het niet makkelijk heeft onder de heersende sociale, maatschappelijke en financiële economische omstandigheden, maar doen toch dagelijks onze uiterst best om de voorgaansontwikkelingen van het postbedrijf te garanderen in de naam van de Republiek Suriname. Wij hebben sterke vermoedens dat de verantwoordelijk minister van Financiën belast met de postwezen en de raadcommissarissen bij Surpost, met uitzondering van de vertegenwoordiger van de bond in de RVC, niet op nauwelijks betrokken willen zijn bij de penibele situatie waarin wij verkeren. Vandaar dat wij ons nu uiterst radeloos zich tot u wenden. Wij hebben sinds april 2017 de koopkrachtversterking aan de ambtenaren, gelijkgesteld aan de overheidsinstellingen, niet gekregen. 2. In het jaar 2020 geen salarisverhoging gekregen en aanpassingen van de secundaire voorwaarden. 3. In het jaar 2021 geen salarisverhoging gekregen en aanpassingen van de secundaire voorwaarden. Wij kregen letterlijk niks. Hoe moeten wij overleven, VP? Bijkomend dat de salarissen bij Surpost jaren geen gelijktrend houden met de merkbare stijging van de goederen en diensten. En de salaris binnen de overheidssector. Voor het jaar 2020 wensen wij een salarisverhoging van gemiddeld S.A.D. 1580 en een aanpassing van de secundaire voorwaarden met 470% op basis van de inflatiecorrectie van 60,8% van de unificatiekoers van 90% van dat jaar. De vele schrijvens van de personeelsvertegenwoordiging, de dienst der posterij en werknemersorganisatie, aan de werkgever om een aannemelijk tegenbok te geven op de wenselijkheden in de nieuwe CAO 2020 en het verzoek aan tafel te gaan om middels dialoog tot vergelijk hierover te komen, zijn uitputtend en zonder positieve reactie van de werkgever geweest, waardoor het personeel sinds 5 juli 2021 in beraad is. We zijn niet in staking. Inmiddels heeft Surpost gedreigd met het toepassen van no work, no pay, die niet te dragen zal zijn onder de moeilijke omstandigheden waarin wij reeds verkeren, en zal zorg dragen voor grotere ellende. Wij verzoeken u te interveneren in de 4 bovenaan gehaalde zaken, in de no work, no pay dreiging. Het is zo eind van de maand. Ook verzoeken wij u de verantwoordelijke minister van Financiën en de raad van commissarissen weer in kennis te stellen van de onderzoek te plegen naar de bestuurlijke en financiële wanorde bij Surpost. De vakbondvijandige houding van de 2, deze heren, worden gecorrigeerd, omdat wij niet verder met ze mee kunnen. Wij worden bedankt voor de aandacht in de gesloten enveloppen die wij u overhandigen. Wordt nader ingegaan op onze ongerief. Bedankt, VP. Ik handig dit aan u over. Ja, alsjeblieft. Dus alles is hier. Alles is jullie zijn van de bond? Ja, van de bond. Oh, je bent van de bond. Oké, dan goed dat jullie zijn gekomen. Ik bedank jullie ook voor het vertrouwen. Jullie hebben geluk, want ik ga nu naar de president. Dan zal ik dit gelijk met hem bespreken. En onder de aandacht van de minister van Financiën brengen. Bedankt, ja? VP. We hebben alle vertrouwen in u. Dank u wel. Dank u wel. Ja.